Goedemorgen. Ik ben na, hoe lang geleden zal het zijn? Weken, maanden, volgens de uitgroei in ieder geval lang genoeg. Eindelijk weer terug in mijn geliefde Salon Vanity van Charlotte, waar ik natuurlijk al jaren bij kom. En we gaan vandaag wel even voor een radicale change, want het rood gaat weg. Het is toch best wel high maintenance. Ik merk dat ik na een week of vier of zo wel echt weer eigenlijk zelf een opfrisser wil. Omdat ik gewoon een perfectionist ben en ook natuurlijk veel op de foto ga. En ik heb dit rode nu bijna een jaar gehad. Het was echt mijn lockdown phase en ik vond het fantastisch. Ik voelde me er ook echt goed bij, maar ik heb nu wel weer zin in even wat nieuws. Ik bedoel, dan is experimenteren ook het leukste als je soms even wat anders doet. Dus vandaag gaan we kijken of we weer een beetje richting blond kunnen. Maar waarschijnlijk eindigen we in een wat meer lichtbruin met blonde details. We gaan het zien. Ik heb er heel veel zin in en gewoon heel fijn om hier weer te zijn. Char heeft helemaal voor mij de salon geopend. Daardoor kan ik hem nu heel goed filmen. Dit is echt de beste en fijnste plek van Amsterdam. Als je iemand zoekt om je te knippen of mooie kleur te doen, this is the place. Ik zit hiernaast een hele stapel met hele leuke pakketjes die ik ook echt heb zitten opsparen. Want ik kreeg de afgelopen maanden zoveel de vragen in DM's of ik weer eens een shoplog wilde opnemen. Wat ik snap, dat zijn ook altijd leuke video's om naar te kijken. Ik vind het zelf ook altijd heerlijk omdat iemand anders dan eigenlijk het denkwerk al voor me heeft gedaan. En ik alleen maar hoef te kijken of ik het zelf misschien leuk vind. Maar ik had gewoon een hele tijd niks gekocht. Ik heb het afgelopen jaar echt in leggings doorgebracht en alles met stretch en... Ja, je zag toch niemand, dus waarom zou je al te veel moeite doen? En nu de wereld weer een beetje open gaat en het lente wordt, heb ik echt opeens een hele andere mood. Waarbij ik weer zin heb om make-up op te doen en mijn haar te krullen. En juist heel erg door middel van kleding mezelf weer wat vrolijker te voelen of in een bepaalde stemming te brengen. Dus ik heb helemaal zin in kleur en mooie pakken en jurken en toffe prints, dus... Daar horen natuurlijk soms ook wel een paar nieuwe dingen bij. En ik had het geluk dat ik iets uit mocht zoeken bij Farfetch. En ik heb voor jullie ook iets leuks, namelijk een kortingscode van 10%. Die op de site geldig is. Daar kun je meer over lezen in de bio van deze video. Maar ik laat je nu als inspiratie eigenlijk zien waar mijn oog op is gevallen. En waarom ik fan ben van die merken. En... Ik hoop dat het je inspireert om in ieder geval weer je mooie prints en jurken en dat soort dingen uit de kast te trekken nu we een nieuw seizoen ingaan. Waarschijnlijk ken je Farfetch wel als een van de grotere spelers qua luxe warenhuizen online. Maar wat er heel uniek en vind ik ook heel leuk aan is, is dat het niet één plek is waar je alles direct bestelt. Maar dat het een verzamelplatform is voor een stuk of 3000 kleine boutiquejes. Dus in plaats van dat je het bij één persoon koopt, steun je kleine ondernemers die de mooiste selecties aan merken hebben. En dat vind ik gewoon een heel leuk, sympathiek principe. En als ik dan bijvoorbeeld heel lang voor iets heb gespaard of iets heel graag wil, vind ik het heel leuk om dat bij een kleiner winkeltje te kopen. Dus dat doe je op deze manier. En wat ik er ook heel fijn aan vind is dat ze een net iets ruimere selectie aan merken hebben. Dus natuurlijk, ik vind er Gunny en Wandler en dat soort favorieten. Maar tegelijkertijd ook juist die kleinere merkjes die wat moeilijker te vinden zijn in Europa. Zoals de Frankie Shop of Frankie's Bikinis. Toevallig ongeveer dezelfde naam, maar hele andere merken. Dus dat kan ik ook wel echt waarderen. Dat dan net even een iets exclusiever en... Ja, toch leuke ontdekkingen op te vinden zijn. Ik ben heel benieuwd wat jullie van mijn selectie vinden. Wat je het tofste item vindt. Wat misschien niks voor jou is. En zoals ik al zei, je kunt dus zelf ook iets shoppen met 10% korting. Een jurk als deze met een mooie print en met een mouwtje is voor mij echt een van de zomerclassics. Ik heb mezelf de afgelopen 2 jaar elke zomer op een Rikso jurk getrakteerd. En Rikso is een merk,
Ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Het is van twee vrouwen uit de UK en ze weten gewoon precies wat mooi staat op het vrouwenlichaam. Dus de shapes zijn helemaal goed. Het is heel flatteus. De prints zijn net wat unieker. Die passen bij heel veel huidtinten. In plus size ziet het er super mooi uit op alle dames die ik op Instagram voorbij zie komen. Ik ben gewoon echt heel groot fan van dat merk. Dus ik vind het heel leuk om daar deze zomer ook weer iets van te rocken. En wat ik mooi vind ook zijn de details waar ze altijd oog voor hebben. Dus dat dit net van kant is. Dat de mouwen iets langer zijn wat er mooier voor je lichaam is. De knoopjes die het heeft. Dus daar val ik altijd wel voor. Setje van Reformation is voor mij echt een klassieker in mijn garderobe. Sowieso vind ik Reformation een heel interessant merk. Ik ben het een paar jaar geleden voor het eerst in Los Angeles tegengekomen, waar ze ook gevestigd zijn. Mooi aan het merk vind ik zelf dat zij voor een redelijk betaalbaar merk heel erg veel aandacht voor duurzaamheid hebben. Dus de winkels hebben papieren hangers bijvoorbeeld en ze laten heel duidelijk zien hoe ze minder CO2 verbruiken en minder water verbruiken. Dus dat zijn allemaal dingen die ik heel interessant en goed vind en die zou ik op een hele transparante manier doen. Het wordt ook heel veel daar in LA gemaakt. En dit soort geribbelde setjes vind ik gewoon heerlijk. Ten eerste omdat het voelt alsof je gewoon je chillpak aan hebt. Maar ook omdat ze eigenlijk het hele jaar door kunnen. Dus in de zomervakantie draag ik dit 's avonds bijvoorbeeld met chunky sandalen eronder. Denk aan een Birkenstock bijvoorbeeld. Maar ik draag het ook met hakken eronder en mooie oorbellen en dan een laag knotje naar een diner. En de rok draag ik dan weer los met een groot t-shirt en een oversized blazer gewoon naar werk. En de tas die ik hier al 1,5 minuut heel nonchalant om mijn arm heb, dat is er eentje van Wandler. Wederom een merk van een female founder en ook nog eens een Nederlandse, namelijk Elsa. Een heerlijk mens. En Wandler vind ik te gek omdat het qua designer tassen net in een soort interessant tussensegment zit. Je betaalt geen duizenden euro's voor een tas, wat ik gewoon echt wel heel pittig vind. Maar voor een paar honderd euro kun je echt sparen voor een hele mooie kwalitatieve tas. En aan deze specifiek vind ik het heel nice dat hij een hele klassieke kleur heeft. Die best wel seizoenloos is en die denk ik ook door veel verschillende mensen van allerlei leeftijden goed gedragen kan worden. Maar dan heeft hij wel die stoere speelse touch met zijn ketting. Dus het contrast daarin, dat vind ik al heel interessant. En deze tassen, weet ik uit ervaring, zijn gewoon van hele mooie kwaliteit. Anders dat in mijn winkelmandje belanden zijn 2 oorbelletjes van Maria Black. Wederom een female founder uit Scandinavië is zij. En zij maakt hele toffe oorbelletjes, waaronder deze 2 waar ik best wel instant verliefd op werd. Een klein veiligheidsspeltje. En deze met 3 hele mooie steentjes die een beetje iets lila-achtigs in zich hebben. Dus dat vond ik wel een leuk linkje naar Atelier. Ik dacht, die zijn van mij. Het laatste item is deze knaller van Nanushka, een merk waar ik voor de oplettende kijker ook een vegan leather trenchcoat van heb, die je misschien wel eens voorbij hebt zien komen. Ook in deze kleur beige en dan een lange jas van imitatieleer. En Nanushka staat heel erg bekend om dat boterzachte imitatieleer. Dit is echt, nou ja, ik zou willen dat je het kon voelen. Het is zo ontzettend zacht. En het lijkt gewoon net echt leer, maar dat is het niet. Dus dat vind ik wel te gek. De kleuren van hun collecties vind ik altijd heel mooi. En hoe ze spelen met proporties. Dus met hele grote mouwen of een jurk met een watervalachtige vorm. En zoals deze is dan een item waar ik zelf het snelst in zou investeren. Omdat je een jas natuurlijk elke dag aan hebt. Dus die maakt meteen de basics die je al in je kast hebt hangen een stukje spannender. En tilt alles even weer naar een nieuw niveau. En maakt je garderobe weer even fris. Dus in die zin ben ik altijd wel een sucker voor een goede jas. Ik ben benieuwd wat jullie favo's zijn. Ik moet zeggen, ik ben toch zelf wel heel groot fan ook van het zwarte geribbelde setje. Omdat het gewoon zo'n klassieker is. En ik nu al 10 gelegenheden kan bedenken waar ik dat naar aan zou willen trekken. En dat is voor mij wel echt een goede aankoop. Dat het niet iets is voor, oh, als ik ooit zo en zo'n moment heb, wat dan bijna nooit komt, dan doe ik dat aan. Maar juist als je morgen wakker wordt, wat ga je dan uit de kast pakken? En dat vind ik altijd wel een goede maatstaf om in gedachten te hebben. Hallo, hallo. Het is inmiddels 1:00 of 12:00 's middags. En ik heb de eerste paar uur van de dag thuis gewerkt. Ik vind het altijd wel lekker om
'S ochtends even thuis te werken en dan kan ik me concentreren op e-mails of dingen schrijven en dingen die ik gewoon beter doe als ik in mijn eentje in de stilte zit. En op kantoor ga ik me toch overal mee bemoeien, want zo ben ik helaas. Dus dat. Ik ga nu even op pad om bloemen te kopen en een fles bubbels voor alle meiden uit ons team. Want we hebben alweer zoveel mooie mijlpalen meegemaakt in 1 week tijd. We hebben popsockets gelanceerd, lila koorden gelanceerd. De Bijenkorf heeft onze laptop sleeves ingekocht, wat echt major is. En als die goed ingekocht worden, maken we weer zo'n grote stap als merk. Een Belgische winkel heeft 500 stuks ingekocht. Dus dat zijn gewoon mega stappen en die moet je echt vieren. En daar ga je soms aan voorbij. Maar ik dacht, ik wil Maar wat ik wilde zeggen is dat het gewoon goed is om mijlpalen te vieren. Anders gaan dingen gewoon aan je voorbij en ben je de hele tijd hard aan het werk. Terwijl, ja, hier doe je het voor. Dus en dat kan ook gewoon niet zonder ons kleine superteam. Dus ik wil ze even in het zonnetje zetten. En over een paar minuten is daar ook een meeting op kantoor met het agentschap dat voor ons de social media ads doet. Dus daar kan ik denk ik dan nog even de tweede helft bij aanhaken. Over wat voor ads we gebruiken, hoe ze beter kunnen, hoe ze het hebben gedaan, wat voor captions daar dan bij zitten. Hoe we een nieuwe doelgroep gaan contacten, ook soms nu bijvoorbeeld veel op België. En zo willen we dan per land en dan binnen een land weer per stad groeien aan, qua bekendheid. Dus dat zijn altijd hele interessante meetings. En ik heb weer een sjaal om. Het is gewoon mei en ik heb een sjaal om. Het is echt heel deprimerend. Goedemorgen, ik ben me aan het klaarmaken om naar de Rituals winkel te gaan. House of Rituals, een enorme flagship store waar je me misschien eerder hebt gezien. En sinds kort is ook daar de Mind Spa open. En ze hebben al een body spa waar je gewoon de massages en de facials en zo kan laten doen. Heerlijk. Maar nu is het dus ook een Mind Spa. Ik ben wel benieuwd en leuk om even te zien waar ze allemaal mee bezig zijn geweest. Ik werk veel met ze samen, dus dan is het gewoon heel leuk om op de hoogte te blijven en iedereen even te zien. Ik weet dat Rachel er ook is van de huismuts en nog een paar andere leuke meiden. Dus dit is het eerste mini-event in anderhalf jaar tijd of zo. We zijn met een groepje van 3. Dus dat voelt eigenlijk best wel gek. Ik heb al zo lang niet iets aangetrokken om er leuk uit te zien om naar een werkevent te gaan. Het voelt toch alsof de wereld weer een beetje op gang komt in die zin. Sociale interactie. Ik moet ook wel zeggen dat ik dat soort dingen nu zo wennen vind. Als ik een kwartier met iemand heb gepraat of zo, dan ben ik eigenlijk al helemaal uitgeput. Hebben jullie dat ook? Dat je weer even die prikkels en zo, dat dat weer even op gang moet komen? Of ben ik de enige? En ga ik eigenlijk nog verder werken. Het is nu 6:15 en ik moet nog 2 video's aanleveren. En Jordi helpt met fotografie voor een project. Het is heel zonnig buiten, er is echt geen touw aan vast te knopen overigens. Dus omdat het nog mooi lang licht is, gaan we zo nog even in de auto naar een plek waar hij iets wilde fotograferen. Ga ik hem even bij helpen. Dus ik denk dat het wel een lang werkdagje wordt. Dat eigenlijk. Wie dit trouwens een mooie trui vindt, krijg je ook vaak vragen over. Dit is er eentje van Gunny. Maar wel van een paar jaar geleden. Een jaar of 4 geleden zoiets. Nog steeds wel echt in super mooie staat. Maar dus niet meer te koop. Maar ze brengen deze wel altijd uit in net even wat andere varianten. We zijn weer aan de wandel. Hallo. Nooit geen dierenprins. Jo heeft 2 favoriete tassen. Lebra. Zebra en een luipaard. Ik ben heel moe. Het is wel een kruising te zien. Dat bestaat volgens mij wel echt als dier. Nee joh, een zebra en een leopard. Een lebra. Nee. Ik bedoel die lijger. Ja, die bedoel ik, ja. Een tijger en een leeuw. Zo gek zebra, was het nog. Een zebra en een luipaard zou wel echt dubieus zijn. Ja, dat zou wel heel raar zijn. Oké. Okay. Goedemorgen. Ik hoop dat er niet wat troep achter mij ligt. Ik heb me even opgemaakt en mooi aangekleed in een pak. Omdat ik een college ga geven op de Style School van Dani Bles. Dat doe ik eigenlijk elk jaar en dit keer geef ik 2 colleges op donderdag en op vrijdag. Superleuk, met een hele groep, meestal vooral jonge vrouwen. Dit keer zitten er ook 3 heren in de les. En dat is eigenlijk gewoon een gesprek over ambities, hoe je komt waar je wil zijn.
lessen die ik heb, social media, jezelf branden. Dus ik vind dat super tof en inspirerend om te doen en ik krijg altijd heel veel energie van. En het zijn gewoon hele leuke momenten om iets van kennis door te kunnen geven en een beetje inspiratie aan te wakkeren. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ben weer thuis en ik heb lekker even iets besteld om mezelf en Jordi even in de watten te leggen. We hebben eigenlijk al 2 weken dat we bijna geen vlees of vis eten. Ik heb met Jordi hamburgers gemaakt van de vegetarische slager en van Beyond Meat. Vonden allebei een andere lekkerder, dus dat was wel een leuke test. Ik heb super lekkere vegetarische pita gyros gegeten van vlees nog vis. Dat zit bij mijn huis in de buurt en dat is echt het lekkerste ever. Ik heb vegetarische kipnuggets gegeten. Wat top is, want kipnuggets smaken toch al naar nepvlees. En nu heb ik voor het eerst in mijn leven vegan sushi besteld. En ik ben dus heel benieuwd of dat nou lekker is of niet. Ik heb ook edamame besteld, dat is altijd goed. En gyoza, wat ook altijd lekker is. Dus mocht de sushi nou 3 keer niks zijn, zit wel al een beetje safe. Ik ga het even uitpakken allemaal. Jordi zit al lekker op de bank en wij kijken dus echt iets heel bejaards, letterlijk, namelijk op Omroep Max. Hoe heet het ook weer, Jord? Droomhuis gezocht? Ja. Dan gaan mensen die bijvoorbeeld een vakantiehuis zoeken of een plek om met pensioen te gaan, die zoeken dan een huis in het buitenland en gaan ze 3 opties bekijken en dan kiezen ze er 1. Maar het tempo ligt hartstikke laag en de presentator is echt niet onze bloedgroep. En wow, dit ziet er wel healthy uit, maar is het ook lekker. Deze kleine blokjes lijken dus net zalm, maar zijn het dus niet. So cute. Mooie kartonnen doosjes er ook bij. Dat is fijn. We hebben hier makis. Dit zal wel bruine rijst zijn, gok ik. Gyoza's. Zeewiersalade die we zelf nog hadden. Edamame boontjes, een zogenaamde crispy crab roll en een zogenaamde tempura shrimp roll of andersom. Ziet er echt goed uit, eerlijk gezegd. Het enige nadeel is dat ze geen stokjes hebben meegestuurd. Gelukkig heb ik nog 1 partij. Ik heb trouwens heel erg classic migraine aanvalletje, dus mocht ik er enigszins verlept bij zitten, dan is dat de reden. Crap. Rip. Dat ziet er wel echt lekker uit eigenlijk. Vind ik ook. En die ene zijn nog warm. Oh, dat is wel ook vrijheid dus. Echt leuk, onze zoektocht naar lekkere vegan snacks. Is het vegan of vegan? Het is vegan eigenlijk. Oké, gyoza's vind ik een beetje tegenvallen. Ze zijn een beetje slap. Toch? Wel lekker sausje. Dan ga ik deze vriend aanvallen. Ja. In 1 keer in de mond of? Ja. Nog sojasaus erbij doen? Lekker? Ja. Dit vind ik echt heel lekker. Omdat het zo crispy is en heel veel saus en is het heel smaakvol en proef je helemaal niet dat je echt vis mist ofzo. 300 kilometer. Hallo daar. Ik zit in de auto omdat Jordi en ik op een heel leuk avontuur gaan. Hoop ik. We gaan namelijk naar een natuurhuisje. Een houten mini cabin. Midden in de Drentse bossen waar we naartoe moeten hiken. Met ons eten en slaapzakken en beddengoed en dat soort dingen allemaal. Het is 1 kilometer of 7 lopen. En we hebben de route gedownload. Maar we weten eigenlijk nog helemaal niet wat ons te wachten staat. Maar ik denk dat het echt een super lachen avontuur wordt. Ik heb het 1 jaar geleden voor Jordi's verjaardag geboekt. Omdat hij dit heel graag wilde doen. En het is... Hey, vrolijk hoofd! Ready for adventures! Ready for action! Even een vuile blik naar weer op. Jordi zit mij heel hard uit te lachen omdat ik een bumperklever in plaats van een middelvinger zo aankeek.
een vuile blik geven. Ja, that will teach him. Oh, hier zien we aan onze rechterhand, ik wilde zeggen een meur. Een meer. Dat is helemaal niet goed te zien op vlogbeeld. Rechts dan? Oh, hier zit ook. Ja, joh. Meertje, ga jij hier inspringen als zijnde Wim Hof? Zeker weten. Oh, het is wel echt mooi waar we nu zijn. We have arrived. Tijd om onze bagage nog iets compacter te maken en wat dingen te ditchen. En eens even kijken hoe we dit allemaal aanpakken. Hoppa, we zijn er nu in een bos. Oké. Hey, wat vind je het leuk? We made it! Yes, geweldig. Het viel heel erg mee het lopen. Wel een paar muggenbultjes. Wauw, wat leuk. So cute. Oh, hey, lumberjack, letterlijk. Is lekker zo'n ding. Is zo cute. Hier is dan een klein keukentje. Met één pit. Ja, meer heb je ook niet echt nodig. Zo kom je dan mijn bovenste bed. En hier licht aan doen. Is dan een badkamer. Die er ook echt heel leuk uitziet eigenlijk. Die is donkergroen, dat kun je niet zo heel goed zien. Hang hem op. Grappig. Jor gaat ervoor. Oh, heb je hem? Nice. Hoppa. Oeh. Lekker zeg. Is hier echt vreselijk gezellig. Zo cute. Ik zou willen dat we hier nog veel eerder waren, zodat we de hele dag gewoon naar buiten konden staren. Maar het is wat het is. Jordi heeft net hout gehakken, zelf. Helemaal onder de indruk, helemaal attracted. Nu gaat hij in dit vuur aansteken. Mini kacheltje. Vuur maken heeft altijd wel iets lekkers, hè? Heerlijk. Hou er wel van. Oh ja, het komt wel in het groen. Pompen voor dat water. Oh, ik ga zacht de hele tijd terug naar rood. Nee! We gaan op dit kleine vuurtje. En groentecurry maken en vegetarische curry. Heel leuk. Oh ja, ja, lekker. Op deze kachel, hoe chill zijn deze berenpootjes? Op deze kachel gaan we nu de naambroden warm maken. Leuk. Leuk zakmes. Mijn werkt natuurlijk niet. Je moet dat scherpe mesje pakken. Ja, is open. Oh. I want to see this go down. Lekker geworden volgens mij. Oh, klein nootje. Niet belachelijk maken, jongen. Goedemorgen. We zijn heel vroeg wakker geworden hier van het daglicht en de vogeltjes. Ik denk dat we om 6 uur of zo wakker waren.
En nu is het 9:00 en liggen we gewoon lekker in bed te chillen. Jordi is koffie aan het maken wat we hier dan gaan opdrinken met dit uitzicht. Wat zo leuk en chill is. Ik denk wel dat ik nu alweer dingen anders zou aanpakken de volgende keer. Toch meer snacks meenemen. Iets te lezen ook wel meenemen. En een spelletje. Maar we dachten gewoon heel erg van zo min mogelijk bagage, zo min mogelijk bagage. Maar dan kom je hier. Dan is toch wel bijvoorbeeld eten en drinken of een spel of iets lezen wel iets wat je het liefste wil doen eigenlijk. Maar het is ook wel leuk om gewoon helemaal op elkaar aangewezen te zijn. En gisteravond hebben we echt 1,5 uur gedaan over het koken of zo op dat ene pitje. En dat was dan ook wel weer heel gezellig en leuk om zo de tijd daarvoor te nemen. Ik ga zo denk ik even een ontbijt maken, een havermout en nog heel even buiten een rondje lopen. Het is aan het regenen, maar we willen wel natuurlijk iets van het bos nog zien. Dus dat is wel gezellig. Dit zijn alle spulletjes die ik mee heb genomen op beautygebied. Echt helemaal niks. Een oogcreme waarvan ik dacht, kan ik ook wel een keer gewoon op mijn hele gezicht smeren. Een mini geurkaarsje van Rituals. Voor zover dat beauty is. Een roomspray van Marie Stella Maris. Een kleine body lotion en een lippenbalsem. Uitzichtje. Jongens, even buiten een foto van het landschap maken, geloof ik. Ik vind het dus best wel lachen om te zien hoe weinig je nodig hebt. En hoe creatief je daar ook van wordt. We hebben bijvoorbeeld 1 pan, 1 mes. Dus Jordi wilde net even de curry van gisteren nog opeten die we nog over hadden. En ik wil een havermout maken. Dan moet je dus op elkaar wachten en dan alles even schoonmaken. Maar dat rustige en dat je dus in principe met dit gewoon echt supergoed vooruit zou kunnen en zou kunnen leven, vind ik wel heel leuk om te merken. Dat je echt denkt, oh, ik zou hier wel een week willen zitten om er gewoon helemaal in te komen. En te kijken hoe makkelijk je dus eigenlijk zo, nou ja, zelfvoorzienend is een groot woord. Het zijn hartstikke lekkere huisjes, maar gewoon met wat boodschappen en verder niks eigenlijk je hele week kan vullen. Dat is wel echt leuk. Laatste minuutje bij het huis. We gaan nu door de regen teruglopen. Maar dat hoort er ergens ook wel bij. Ik vind het geen ramp. Ja, Jor? Ja, is wel kut. Oh, het begint nu hard te regenen. Oké, top! Lekker. Het is zondag en we brengen de hele dag hierdoor. Een dekbed. Met een heleboel kussens. We gaan nu even naar ons nieuwe huis. Hallo! Oh mijn god. Wat hebben we al uren gedaan, joh? We hebben al uren naar een dollar listing gekeken. Een beetje wegmijnderen bij wat droomhuizen in de Californische zon. Hallo! Ik heb de viewing. Ja. Hoeveel koeken heb je al op vandaag? Zeker wel bijna een doos. Hoeveel verschillende? We zijn in het huis en de kranen zijn binnengekomen. Oei. Voor de douches. Mooi. Geweldig. Laat even zien hoe het gaat zitten. Hier is de nis gebouwd waar het badmeubel in komt. Of badkamermeubel bedoel ik. Zo gaat de douche er dan bij hangen. En niet 1, maar 2. Een dubbele douche was echt onze grootste fantasie. Toen we het al jaren hadden over een eigen huis. Dit wordt me toch partij mooi. I can't. Er is ook al een niche gemaakt voor al mijn badproducten, shampoos, dat soort dingen. Heerlijk. En hier komt dan een toilet. Is ook al voor een gedeelte geïnstalleerd. Wat naar onze kelder is gemaakt. Ik sta nu in de werkruimte en misschien herinner je dat die muur eerder zo doorliep. Die hebben we nu weggehaald om hier een kitchenette in te doen. En dit is nu een enorme kast geworden onder de trap. Die eerder bij de gang hoorde, maar nu bij deze werkplek hoort. Dus dat is heel fijn. Hier zie je nog een stukje van de trap en de isolatie. Top!